Ik zie dat die Duitsers nog iets goeds in die tijd in hun hart hadden. 10 jaar geleden werd het ziekenfonds afgeschaft en werd de zorgverzekering geïntroduceerd met een hogere premie en een eigen risico. Onlangs heeft CZ laten weten dat de premies in 2017 gaan stijgen met 7,5%. Wij gingen de Westermarkt op en vroegen aan de mensen: hoe heeft u de zorgverzekering ervaren de afgelopen 10 jaar? In het begin kon er een heleboel en in de loop der tijd wordt het eigenlijk steeds verder uitgekleed en moet je eigenlijk steeds meer betalen. Dus eigenlijk denk ik niet dat we er heel veel beter van geworden zijn, eerlijk gezegd. Nou, we zijn er gewoon niet zo heel blij mee, want je moet steeds meer bij gaan betalen. En daar zijn we niet helemaal mee eens. En de vorige keer moest mijn man gewoon een paracetamol met codeïne hebben en dan moest ik helemaal zelf betalen. Daar kwamen we niet eens op terug. 37 euro voor 5 dagen of zo, die heb ik dus geweigerd. Nou. Eigenlijk een beetje bergafwaarts. Nou, dat voor ons ouderen wat je allemaal bij moet betalen aan de medicijnen. Ja, nou, dat vind ik gewoon afschuwelijk. Gewoon te duur. Je kunt ook veel dingen krijgen, maar er worden ook veel dingen geschrapt. En duur. Heel goed. Mag niet mopperen. Echt niet. Nee. En waar blijkt dat uit? Ik heb kanker gehad. Ik heb een hartoperatie gehad. En met een man Alzheimer. Dus ik kan het wel hebben, hè? Dacht ik. Dit is niks anders dan premie betalen. En eigenlijk niet boven je kosten per jaar uitkomen. Zo ziet het er eigenlijk uit. Altijd bij dezelfde maatschappij gebleven, is het. En ervaren, ja. Dat gaat allemaal vanzelf. Wat vindt u ervan dat in 2017 het eigen risico gelijk blijft, maar wel de premies enkele procent stijgt? Nee, dat vind ik niet goed. Ik vind genoeg, ik betaal genoeg. Dus ik vind dat het nou wel eens een beetje lager mag. En zeker voor de zorg. Daar is niemand mee eens, dus dat hoef je niet te vragen. Dus er is gewoon niemand mee eens. Er kwam 8 euro in de maand bij, per persoon. Ja. Nou, dat is weer 16 euro. Ja, lulkoek. Ik bedoel, één van de twee gaat omhoog dus. De helft. De een gaat niet omhoog, de ander gaat wel omhoog. Dat is, als je een beetje goed nadenkt, word je gefopt. Huh? Ja, ik vind het belachelijk. Als je ziet dat er nog steeds gewoon kantoorgebouwen steeds groter en groter worden. Salarissen nog steeds extreem hoog zijn bij de bestuurders. Echt absurd. Het is compleet scheef getrokken. Absurd. Ja, dat vind ik wel beter. Ja, eigenlijk zou ik liever hebben alles gelijk. He, eerlijk gezegd. Net zoals vroeger, toen er nog een ziekenfonds was. Ja, bedoel. Moeten we weer terug naar de premies die gebaseerd zijn op de inkomsten van de verzekerde? Nee, ben ik het eigenlijk ook niet mee eens. Nee, want weet je het is? Je kunt bijvoorbeeld een hele goede baan gehad hebben. Hè? Je kunt een partner hebben die een hele goede baan heeft. Maar als jij in één keer chronisch ziek wordt, waardoor jij dus in één keer jouw werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren, val je nog steeds in de hoogste inkomenscategorie. Dat betekent dat je overal maximaal zelf voor moet bijdragen. En uiteindelijk kom je dus onder de armoedegrens uit. En zo heb ik een heleboel vriendinnen om mij heen die in deze situatie zitten. Dus je valt eigenlijk buiten alle regelingen, omdat er gekeken wordt naar het inkomen die er is. Ik denk het wel. Ik denk dat dat wel eerlijker zou zijn. Want er zijn veel mensen die het nu niet kunnen betalen. Hoe dan ook. Ja, als het niet te gek wordt met je eigen bijdrage, hè? Dan wel, anders niet. Dat weet ik niet, want toen was mijn man er en die heeft dat altijd gedaan. En nu moet ik het zelf doen en ik vind het behoorlijk wat betaal. De Duitsers, kop van de Duitsers. De ziekenfonds. En wanneer was dat? Voor de... Tijdens de oorlog. Hè? Tijdens de Tweede. Ik wist niet dat die Duitsers nog iets goeds in die tijd in hun hart hadden, maar goed. Het ziekenfonds, ja, dat was voor de wat minder... Mensen die wat minder inkomen hadden, ja, geloofde dat dat wel goed was. Als je dat weer organiseert voor wat minder rijken, is dat billig. Want dat kost nu heel veel geld. Ik ken dus mensen die zich niet laten behandelen voor iets, omdat dat 3,85 kost, minimaal. Huh? Mij ook, maar ik kan het nog wel hebben. Zij het met tegenstribbelen, maar ik betaal het allemaal wel. Huh? We kunnen concluderen dat de mensen de premies wel hoog vinden voor de zorg, maar de kwaliteit van de zorg is wel toegenomen de afgelopen 10 jaar.
Mensen vinden ook dat de premie wel gerelateerd moet zijn aan de inkomsten van de verzekerde. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.